Ik ga jullie voeren door alle fases van de oer-Nederlandse stampot rauwe andijvie met spekjes. We gaan even de ingrediënten voor een stampot, een klassieke stampot rauwe andijvie met spekjes doornemen. Belangrijkst is natuurlijk de aardappelen. In dit geval heb ik gepakt agria aardappel van biologische herkomst. Het mooie van die agria aardappel is dat het een kruimige aardappel is. En als je hem dus bijvoorbeeld vergelijkt met de eigenheimer, kan deze echt goed biologisch verbouwd worden zonder dat hij besproeid hoeft te worden. Wij nemen een kilo aardappelen en daarop zetten we 500 gram andijvie. Ook mooie biologische andijvie. Sommige mensen vinden het fijn om hem fijn te snijden. Ik vind het mooier qua structuur om hem grof te snijden. Ik heb hem hier dus grof gesneden. Het is wel belangrijk dat u weet dat als je de andijvie gaat snijden, dat je hem eerst wast en dan snijdt. Dus niet eerst snijden en dan wassen, want dan spoelen we smaak en vitamine en voedingsstoffen weg. Dat is zonde. Dus we gaan hem eerst wassen, we maken de bladeren los en dan gaan we hem snijden. 1 kilo aardappelen, 500 gram, hè, dus 1 op 2, 500 gram mooie verse biologische andijvie. Dan hebben we spekjes, naar smaak, afhankelijk van hoe het zout van het spek is. Ik heb in dit geval 200 gram kleine spekjes. Om de stampot smeuig te maken, een klein beetje melk. En om de stampot echt volume, smaak en kracht te geven, moet er een kluitje boter in, naar smaak. Er zijn twee manieren om te beginnen met de stampot. Het belangrijkste is dat we de aardappelen gaan schillen en dat we hem gaan koken. Je kan natuurlijk ook, en dat is eigenlijk qua smaak nog iets mooier, de aardappelen in de schil koken, ze laten afkoelen, ze daarna pellen en dan tot stampot verwerken. Ik kies ervoor in dit geval, omdat ik toch met een hele mooie biologische smaakvolle aardappel te maken heb, om de aardappels eerst te schillen en dan te koken. Als we aardappels schillen, altijd even bewaren in een bakje koud water, want anders worden de aardappels bruin. Ik heb hier dus 1 kilo geschilde aardappels en die moet ik nu gelijkmatig gaan gaarkoken. Niet alle aardappels zijn hetzelfde, dus we gaan de aardappels gewoon even in gelijke stukken verdelen, zodat er geen harde en zachte stukjes in de stampot komen, dat de aardappels allemaal even gaar worden in één keer. Alle stukken aardappel zijn nu, omdat ze in water hebben gestaan, gespoeld van overtollig zetmeel, gaan bij elkaar in de pan. En dan komt het eerste belangrijke deel, een heel klein beetje water erop. De aardappels moeten net onder staan. Water met zout, niet te veel, want dan spoelen we te veel smaak weg. En denk erom, water met zout. Even een dekseltje erop. Als de aardappels opstaan, gaan we in de tussentijd de spekjes alvast uitbakken. Dat moeten lekkere, krokante spekjes worden. Maar ik heb het spekvet ook nodig voor de smaak in de stampot. Nou zou je denken dat je spekjes niet hoeft te bakken in vet of in een beetje boter, omdat het van zichzelf heel veel vet bevat. Maar om te zorgen dat ze nou niet aanbakken aan de pan, doe ik een heel klein klontje boter in de pan, zodat die spekjes mooi kunnen uitsmelten. Als we spekjes uitbakken, beginnen we even hard om een lekker bruin korstje te krijgen en daarna zet ik het vuur lager en laat ik spekjes en spekvet van elkaar scheiden. Kijk, laten we eerlijk zijn. Stampot rauwe andijvie met spekjes is stampot rauwe andijvie met spekjes. Natuurlijk zijn er allerlei varianten. Er zijn mensen die gaan nootmuskaten doorheen gooien. Er zijn zelfs volksstammen die denken dat in een stampot rauwe andijvie kaas hoort. Ik ben best een liefhebber van kaas, maar jongens, als we nou stampot rauwe andijvie maken, ga dan niet met de basisprincipes lopen kloten. Kijk nou hoe mooi krokant die spekjes zijn geworden. Een deel van die spekjes gaan we werken door de stampot heen. En we houden wat spekjes over om als garnituur over de stampot heen te doen. Maar ik heb ook dit heerlijke zoutige spekvet nodig. Dus wat doen we als de spekjes klaar zijn? We zetten ze zogenaamd even op de lek. Een zeefje. Alles gaat erin.
Al dat kostelijke spekvet gaat erin. En dan gaan we straks, als we de stampot op smaak gaan brengen, spekjes er doorheen werken. Maar ook dat spekvet, dat moet door de stampot heen. Belangrijk is de juiste garing van de aardappel. En wanneer is nou die aardappel gaar? Niet als hij uit elkaar valt in het water, want dan zuigt hij het water weer op. En dan krijg ik een slappe aardappelpuree of stampot. Die aardappel moet net gaar zijn en dan gaan we hem prakken. Dan heb ik structuur. En hoe zie je dat? Kijk maar even mee. Als die aardappel kookt en ik prik hem aan mijn office mesje, dan moet hij er vanaf vallen. Dan gaan we de aardappels afgieten. Dekseltje schuin op de pan, vuurtje laag draaien en de aardappels afgieten. En nu komt een hele belangrijke fase. De aardappels moeten droog stomen. Het vocht moet eruit. De aardappels moeten mooi droog worden. Hoe droger ze zijn, hoe meer smaakstoffen en vetstoffen en vocht ik later kan toevoegen. Droogstomen doe je op een doorkookplaatje of een heel laag vuurtje. En je schudt af en toe je aardappelen even om. Ze mogen natuurlijk niet aanbranden. En als we die aardappels omschudden, dan zie je ze eigenlijk al bijna uit elkaar vallen. Ze worden mooi wit en je ziet de stoom eraf slaan. En dan komt nu natuurlijk het moment dat we de stampot werkelijk gaan afmaken. En het begint met het prakken van de aardappels. En omdat die aardappels nog lekker heet zijn, voegen we nu wat koude boter toe. En als je koude boter toevoegt, dan gaat tijdens het prakken die boter heel mooi gelijkmatig door je puree heen smelten. En deze structuur, dat is de structuur van de stampot. Een beetje grof, een bite hier en daar. Niet alles hoeft met elkaar gemengd te zijn. Dit is ideaal voor stampot. Als we de stampot afmaken, voegen we eerst het spekvet toe. Heel belangrijk voor de smaak. En we roeren er meteen een deel van de spekjes doorheen. En een deel van de spekjes houden we achter om de stampot mee te bestrooien. En dan gaat nu, beetje voor beetje, de rauwe andijvie door de stampot geroerd worden. En omdat de aardappelen warm zijn en het vuur zacht onder de stampot staat, zal de andijvie langzaam slinken en al zijn smaak afgeven aan de hete puree. En pas als de stampot te droog dreigt te worden, kunnen we volgens goed Nederlands gebruik een scheutje gekookte melk toevoegen. Geen koude melk. Als je koude melk toevoegt, heb je kans dat je stampot een beetje in de schift gaat en dat je stampot afkoelt. Gewoon een klein beetje gekookte melk toevoegen. En als dan alle andijvie door de aardappel is heen gewerkt en de stampot de juiste smeuïge consistentie heeft, dan gaan we pas proeven en kijken of deze stampot nog zout en peper nodig heeft. Want er zit spekjes in, er zit spekvet in, dus er is al zout aan toegevoegd. Heel even met een proeflepeltje. Bijna goed. Maar wat erg lekker is, gemalen, vers gemalen zwarte peper. Een beetje zout. En dit er nog eventjes goed doorheen werken. En dan hebben we hier onze oer-Hollandse stampot rauwe andijvie met spekjes. Kijk je nog meer smakelijke video's? Abonneer je dan op ons YouTube kanaal of schrijf je in voor onze nieuwsbrief. Thank you.